Wat gebeurt er als een 10-jarige het opneemt tegen een 20-jarige in een voetbalchallenge? Goeie vraag. 20-jarige Celine neemt het op tegen 10-jarige Anna. En kijk deze video zeker tot het einde, want het wordt een spannende challenge. En abonneer ondertussen ook op ons kanaal en krijg een koekje. Maar niet de mijne. Welkom bij onze nieuwe video. Mijn naam is Michiel. Mijn naam is Celine. Mijn naam is Anna. En Anna is hoeveel jaar oud? 10. Anna is 10 jaar oud. Celine is 20. Dus vandaag een voetbalchallenge. 10-jarige versus 20-jarige. Yes. En niet zomaar een voetbalchallenge. Anna, gebruik jij soms TikTok? Ja. Ja? Oké, vandaag is het ook een TikTok voetbalchallenge. Ja. Wij hebben 4 virale TikTok skills van Celine. Woe. Die ze ooit gedaan heeft. Maar de vraag is, wie van jullie twee kan die skills het beste uitvoeren? Ik denk jij. Nee, ik denk jij. Oké, Anna, bij welke ploeg speel je momenteel? Olsa Brakel. Bij Olsa Brakel. Zijn die goed? Heel goed. We gaan gewoon meteen kijken naar het eerste filmpje. Let's go. En voor we beginnen, Anna, ik weet dat je dit wil doen. Voor hoeveel likes gaan we? 22.000. 22.000 likes moet lukken. Eerste filmpje, let's go. Het is wel de bedoeling dat je... een gaatje trapt, hè? Niet tegen Michiel zijn hond. Jullie mogen voor elkaar in het doel gaan hangen. Okay. En de vraag is, wie als eerste scoort, die krijgt het punt. Oké? Okay? Ja. Ik start in het doel. Hopelijk gaat de goal je houden. Ja, lukt wel, ja, toch? Ja, ja. Oké, okay, hang je goed? Ja. Oké, okay. Anna, ben je klaar? Ja. Oké. Okay. Probeer niet Celine haar gezicht te raken. Doe maar. Eerste poging. Oeh, goeie poging, goeie poging. Hoe raak jij aan de dekklat? Oh, klimmen. Ja. Oké. Okay. Ja, Celine heeft wel minder ruimte. Je kan je voeten in het net zetten, je voeten in het net zetten. Ja, oh! Oh, jij hebt wel veel minder ruimte. Maar je bent dan ook ouder, dat ja, maakt het dat is eerlijk. Waar, dat is waar. Het is wel duidelijk waar je moet trappen, toch? Ja, maar het is echt wel klein. Ja, maar je kan dat, je kan dat. Anna, sorry als ik je hoofd maak. Oh. Oeh, goeie poging. Bijna, bijna. Tweede ronde. Yes. En Celine hangt nog altijd heel goed in de goal. Doe maar, Anna. Kom op. Oh. Oh, wow, 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 wow. Maar, Anna, jij bent wel begonnen. Dus Celine heeft nog 1 kans. Ja. Goed zo. Je moet wel 1 keer door haar benen spelen. Ja, als dat komt. Dat straks komt. Wel, ja. Straks. Oh, ze is er bijna. Wel respect dat je dat doet. Ja, bijna. Kom op. Kom op. Ja. Dit is wel het moment van de waarheid. Ja. Gedaan met spelletjes spelen. Anders ga je verliezen van een 10-jarige. En dat wil je niet. Ja. Oh. Oh. Oh, nee. Oh. Je hebt wel bijna Anna geknald. Sorry. Het was op de deklat. Ik voelde die hals op. Zo gaan. Maar, ja, 1-0 voor Anna. We gaan op naar de volgende challenge. Let's go. Oké, Anna, proficiat. Mooi doelpunt. Ronde nummer 2. Oeh. Hoi. Anna, heb je al een gsm? Nee. Ah, wij hebben een gsm voor jou. Een echte gsm voor jullie. Wow. Alsjeblieft. En doe maar bladsteenschaar ja. Om te zien wie er begint. Bladsteenschaar. Oeh. Oeh. Bladsteenschaar. Oeh, jezusje. Anna, veel succes. Uh-oh. Oeh, bijna. Misschien kan jij het Anna leren. Ja, dus je legt de gsm op je voet, dan... moet je gewoon kijken. Ah. Dus. Oh. Oh, ja, bijna. Nee, 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 nee. Je moet hem opvangen. Ja, ja, ja. Dan heb je het punt. Ja. Dus het is terug jouw beurt. Ja. Kom op, Anna. Kom op. Oh. KO. Gaat het, Anna? Ja. Ja, het ligt hier wel redelijk glad. Ja. Ja, dat... maar de gsm die heb je niet opgevangen? Nee. Nee. Oké, okay, dus jullie daar beurt. Ja. Oké, okay, jouw beurt. Kom op. Oh, Anna, je kan nog winnen, je kan nog winnen. Kom op. Oh. Maak onze gsm niet kapot. Dat is nog moeilijker. Oh. Oh, bijna. Oh, oh, oh.
Oh, bijna. Ja, Anna, ik denk wel dat de kans groter is dat je op de gsm gaat staan dan dat de gsm met jouw handen valt. Maar wel mooi dat je het probeert. Ja. Oh. Oh. Ja. Oh, heb je hem? Heb je hem? Ik heb hem. Ik dacht dat je hem laat vallen. Oh, oké, okay, Anna, telt dit of niet? Ja. Oké, okay, ik tel. Dankjewel. 1-1. Maar ik vind dat Anna nog één kans krijgt. Ja, zeker. Ah nee, zij was begonnen. Ja, maar van mij mag ze nog niet. En ze is wel 10 jaar jonger. Voilà. Laatste kans. Kom op, Anna. Oeh, bijna. Maar misschien als je 20 jaar bent, lukt het wel. Zeker weten, sowieso. Tijd voor ronde 3. 1-1, heel erg spannend. Dit is het filmpje. Heb je dat ooit al gedaan? Nog niet. Oeh, spannend. Kan wel lukken, toch? Ja. Hoe groot ben je? Hoe groot ben ik? Ongeveer 1,50 meter. Oké. Okay. Ah, 30 centimeter verschil toch dan? Ja, inderdaad. Bladsteenschaar, Anna. Bladsteenschaar. Oh, jij mag beginnen. Oké, okay, veel succes. Kijk eens, Celine helpt. Ja. Oh, veters strikken ondertussen. Ja. Oké, okay, Anna, anders één keer mag je testen om het gevoel te krijgen. Oké, okay, nee, ja. Snap je het concept? Ja. Gaat lukken? Oké, okay, nu is het voorrecht, hè. Oh. Ja, de bal moet echt in een boogje gaan, hè. Oh, god, wat gaat het? Je hebt wel een supporter. Ja. Thanks. Oké, okay. Veel succes. Is dat open? Ja, hij is open. Oké. Okay. Oh. Mijn supporter. Supporter. Hey. Ja, oké. Okay. Geen supporter. Safe. Nee. Bedankt voor de support. Oh. Ja. Ja, oké. Okay. Dus je moet gewoon verder staan. Ja, het kan. Dan lukt het wel. Ja, sowieso. Anna heeft een nieuwe bal. Ja. En die lacht al, kijk. Huppa. Oké, okay. Anna, veel succes ermee. Kom op, hè. Oh-oh. Bal goed leggen. Oh, ja, die bal die stijtert wel al meer. Ja. Okay. Oh. Je moet echt geluk hebben met die boog. Ja. Oh. Ja, ja. Oh. Oh. Oh, oh. Oh, in de planten. Ik kom niet mee. Ik vind dat dit een punt is. Ja, ik ook. Kom op, Anna. Kom op, hè. Nu zit het erin, ja. Ja! Ja, goed zo! Oh, yeah. Maar Anna is begonnen. Wat we zeggen, nog één kans voor Celine. Je kan het. Ja, ja. Oh. Wacht. Steek nu jouw tas hieronder. Ja. Ja. Nee. Anna, goed bezig. Dank u wel. Oh! Oh! Boom! Boom! Allebei naar huis! Ja, 5-1 voor jou! 24-jarige wint de challenge! Ga maar naar huis! Oké, okay, het is 2-1. Echt super spannend. Nu is het tijd voor ronde nummer 4. Ben je er klaar voor, Anna? Ja. Oké. Okay, oeh, en Celine moet punten maken. Oei, Siri niet beschikbaar. Oei, Siri. Ik Siri. Zei Celine. Ja, wat... Ik zei niet Siri. Oké, okay, Siri, even weg. Oké, okay, deze. Oeh. En degene die scoort zonder een bots, die krijgt het punt. Dus als hij botst voor hij binnen gaat, geen punt. Oké, okay, de volgende ronde is corners binnendraaien zonder bots. Heel erg moeilijk. Het lijkt makkelijk, maar het is moeilijk. Ja, het is wel echt moeilijk. En het is echt lang geleden dat ik dit heb gedaan. Ja, maar je kan het best. Ja, ik ga proberen. Kijk, ze lijkt nu nog kleiner, Anna. Ze is wel schattig. Ja. Oké, okay, kom op. Eerste poging. Oh! Oh! Oh, het was bijna gedaan! Ja. Oké, okay, Anna, haar beurt nu. Anna, het is misschien wel iets te moeilijk voor jou, dus van mij mag je wel met bots. En zij krijgt dan voordeel omdat ze 10 jaar jonger is dan jou. Inderdaad. Want jij bent... 20! En jij bent... 10! Draai eens om. Oh, nee. Goeie reclame anders. Kom op, Anna. Oh! 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 Oeh, bijna. Eerste poging was je super close. Ja. Kom op, je kan het. Oeh. Goeie poging. Ah. Oh. Kom op, Anna. Oeh. Oei, ze ging het met gevoel doen. Iets te veel show, hè, Anna. Kom terug naar je plaats, de Celine haar beurt. Ik heb echt
stress. Succes. Ja! Ja! Ja, 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 ja. Wacht. Replay, die heeft allebei de palen geraakt. Ja, maar dat is geen bots, hè, toch? Ja, ik ga toch eens kijken. Anna, is die gebotst? Nee. Oeh, ik ga de replay bekijken. Oké, 2-2. Ja. Anna, je bent beter dan Celine gedacht had, denk ik. Ja, sowieso. Echt waar, ik ben goed bezig. Maar we kunnen geen challenge beëindigen zonder een winnaar. Dus de laatste challenge, dekkletje trap. Degene die als eerste de deklat raakt, die wint de challenge. Oeh. En die is officieel de beste vrouwelijke voetballer, voetbalster ter wereld. Oeh. Ik zal aftellen. 3, 2, 1, go! Wel dezelfde zone. Ja, was close. Zijn jullie klaar? Ja. 3, 2, 1, go! Kom op. 3, 2, 1, go! Ja! Oh! Ja, toch? Je hebt de challenge gewonnen! Proficiat! Oh, maar voor mij heeft Anna eigenlijk wel gewonnen, hoor. Oh, slijmbal. Nee, Anna, je hebt dat super goed gedaan. Echt waar. Alright, we hebben een winnaar, maar Anna, wel supergoed gespeeld. Inderdaad. En als we hoeveel likes halen? 22.000. Als we 22.000 likes halen, komt er gewoon een deel 2. Dan is Celine misschien wel al 21 jaar. Ja, dat kan. Maar dat geeft niet. Anna, wanneer word je 11? 18 januari. Ah, dan wachten we misschien 11-jarige tegen 21-jarige kan ook. Hopelijk vonden jullie dit een superleuke video. Yes. Vergeet niet te liken, vergeet niet te abonneren. Ja. Want we gaan voor hoeveel abonnees? 18 miljoen, goed gezegd, Anna, bedankt. Wij zien jullie in de volgende video. Peace!